Een hele goede dag, dames en heren. Mijn naam is Jan-Robert Schutte van Money to Work, Daytrading. En dit is video 3 in het kader van online training Money to Work. In deze video wil ik laten zien hoe je profielen gebruikt. Nou, wat zijn profielen? Nou, een profiel, dat is een soort layout van het scherm. Waarbij je dus een bepaalde schermindeling kunt vastzetten. En wij hebben namelijk alvast voor Money to Work traders alvast een aantal profielen klaargezet. En de profielen, die kun je op twee manieren vinden. Die kun je enerzijds vinden via folder en dan bij de pull-down menu, zeg maar, profielen. En dan onder default zie je dus een aantal profielen. Ik heb een iets uitgebreidere lijst dan jullie, want ik heb meerdere markten aan gemaakt. En, maar de shortcut die je ziet, dat is namelijk die blauwe. Als je ook een taakbalk hebt, precies onder toon, schuin onder toon, heb je op de tweede regel een blauwe profiel, in mijn geval dus. Klik je op het pijltje en dan kom je er ook. Ik ben een beetje een luie trader, ik hou van shortcuts. En dat betekent dus dat je heel snel naar een markt kan gaan. Nou, als je dus begint met money to work, dan is het raadzaam om 1 à 2 markten dan te focussen. En in de ochtend zouden bijvoorbeeld de DAX kunnen zijn. En dan klik je bijvoorbeeld op die DAX, op deze. En dat staat dus bij AM2W, T6 System N1, M5, M15 DAX. Dat wil zeggen dat we dus een profiel hebben aangemaakt met de indeling de 1 minuut grafiek, de 5 minuten grafiek en de 15 op de Duitse DAX-index. Ik heb een bepaalde indeling en dat is namelijk als volgt. In principe, bij jullie is het ook zo dat je een 1 minuut grafiek hebt om op te handelen. En dat is die linker grafiek, dat is deze. En je hebt een rechtsboven dan een M5 minuten en rechtsonder de M15. Nou, dit is in ieder geval een mooi profiel wat dan klaar staat. Je hoeft je niks meer aan te veranderen. Dus ook alsjeblieft niet op de kruisjes klikken, want dan ben je grafieken kwijt namelijk. En als je op een kruisje klikt en je bent een grafiek kwijt, dan kun je heel makkelijk terugtoveren door bijvoorbeeld op de folder. En dan heb je open verwijderde. En dan zie je dus de grafiek die je verwijderd hebt. Er is ook een aparte tutorial van. Maar even terug te komen op een profiel, hè. Dus dit is dus een profiel gelinkt aan de markt. Ik heb hier bijvoorbeeld een markt gedaan, bijvoorbeeld de Duitse DAX 40 index. En je kunt ook een profiel maken van de Duitse index plus euro-dollar of de Duitse DAX en de Nasdaq. Maar als je dus hier uitgaat, en dan zal ik laten zien, als we nu bijvoorbeeld door gaan bladeren naar bijvoorbeeld de DE30, die staat ook bij jullie als standaard erin, dan kom je op de US30. Nou, ik zal dus niet aanraden om gelijk op de Dow Jones te handelen, omdat het een veel grotere markt is. Dat is namelijk een 34.000, dus meer dan 2 keer zo groot als de Nasdaq of die DAX voorbeeld. Maar op deze manier kun je dus van de ene markt naar de andere markt gaan. En dat is cool dat je heel erg flexibel bent op deze manier. En dan gaan we zo door naar de euro-dollar. Dus dan ga je weer via profielen. Overzicht ga je naar de euro-dollar bijvoorbeeld. En dan klik je de euro-dollar aan, AUR/USD. Dan zie je ook weer 1 minuut, 5 minuut en 15 enzovoort. Dus op deze manier kun je heel makkelijk jouw grafiekjes in orde maken. En het mooie is, je hoeft dus voor de rest niks te doen. Je moet in ieder geval zorgen dat je een profiel hebt. En daar kun je op handelen. Natuurlijk is het wel zo dat je even de basisinstellingen goed moet hebben. Dus als je de Forex handelt, dan kun je bijvoorbeeld op de 1 minuut grafiek bij TDB, wat we ook hebben uitgelegd in vorige video's, dat je even de take profit op hoog zet. Het staat nu volgens mij default op 50 of 5 pips, dat je die op 100 zet bijvoorbeeld. En stop loss op 100, dus 10 pips, stop room 2 pips en lotsize 0,1, dus $1 per pip beweging. Dan is natuurlijk de vraag van, hoe maak je dan een eigen profiel? Ja, dat is namelijk de vraag. Ja, hoe kun je dat maken? Dat laat ik zo zien. Maar ik wil even laten zien dat je dus ook
een ander profiel hebben. We hebben bijvoorbeeld ook een Nasdaq euro-dollar. Ja, dan heb je dus twee markten naast elkaar. En zo ben je dus heel flexibel om iedere markt in kaart te brengen die je zelf wilt. Nou, we hebben zelfs ook een overview-pagina van dingen van verschillende markten. Nou, als je hier gaat kijken naar de US tech en de euro-dollar, dan zie je dat die grafiekjes niet heel netjes staan. Nou, wat je dan kan doen is boven in die balk, dus naast de plus-min, die vierkantjes, heb je dus een scrollgrafiek naar het einde. Dat is met een groen pijltje naar rechts en een rood pijltje naar links. Als je die aantikt, de rood pijltje naar links, dan komt hij precies tegen de kantlijn of iets ervan af. En als je door de grafiek wilt bladeren, dan moet je zorgen dragen dat het blokje van scrollgrafiek naar het einde, dat je die uitgevinkt hebt. Want als je een kader hebt, dan springt hij iedere keer terug. Als je kader uitzet, dan blijft hij dus staan. Nou, ik heb ook heel vaak vragen van, ja, kan ik ook een eigen profiel maken? Ja. Nou, hoe doe je dat dan? Dat is een goede vraag. Dan ga je dus als volgt naar bijvoorbeeld weer naar de profielen, klik je op het pijltje en dan ga je naar default. En waarom default? Omdat je namelijk vanuit de default als kladblok, zeg maar, vanaf scratch, je canvas, je scratch kunt beginnen. Gaan we even naar default. Dan ga ik even alle grafieken ga ik verwijderen. Dus als je grafieken hebt, verwijder gerust alle grafieken. Maar op deze manier kun je namelijk vanaf scratch van beginnen. Nou, als je dus wilt kijken welke markten veranderbaar zijn, kijk bijvoorbeeld op toon. Dan ga je dus naar de symbolen. Altijd symbolen checken. En nou, als je bijvoorbeeld zegt, ik wil een bepaalde markt in kaart brengen. Bijvoorbeeld, ik noem wat een commodity, hè? Dus zeg maar een oliemarkt. Nou, dan kun je kijken naar de commodities. Maar belangrijk is dat je even eerst, als je ook dit overzichtje hebt bij de minis, zo klein mogelijk contracten mogelijk handelen. Dat is een minis. Dan kijk je bijvoorbeeld naar een mini. Dan heb ik hier bijvoorbeeld een oliemarkt. Bijvoorbeeld het Brent, WTI Cash. Nou, heb je WTI Cash, de spotmarkt. Als je die bijvoorbeeld op geel zet, dan pak je de spotmarkt. Je kunt ook de futuremarkt pakken, maar dat is een beetje lastig. Want dat je iedere keer als je een future profiel maakt, dan expireert dus de future op september. Dus daarom, voor het gemak, hou ik deze op de cash. Nou, als je zegt, nou, ik wil graag oliemarkt handelen, dan zet je die op geel. En het mooie is, als je dus nu precies onder folder gaat kijken op de creëer nieuwe grafiek, op dat plusje klikt, dan kun je kijken naar de mini CFD's. En als het goed is, staat ook de mini CFD van de oliemarkt erin. Dan hebben we hier mini CFD's. Dan heb je onderin bijvoorbeeld WTI Cash, staat hier. Klik je die drie keer aan, één keer, nog een keer. Mini CFD's, WTI Cash. WTI Cash nog een keer, minis. En dan heb je dus drie grafieken. Nou, wat je kan doen, even alles rangschikken. En als je dus wilt rangschikken, dan kan dus op dat vierkantje klikken, die vier vierkantjes, of op Alt-R. Dan kom je er ook met Windows. Alt-R. Dan heb je alles in drie gelijke delen. Nou, wij handelen met, of ik pak liever drie timeframes. Dus zet ik even drie blokjes neer. Rechts twee kleine blokjes. En links pak ik een mini. Of mini, een handelstimeframe. Dan doe ik de M1. Op twee manieren kun je de timeframe veranderen. Dat doe je dus door of op dingetje klikken bovenin. Dan zie je de M1, deze M1 minuut grafiek. Of heel eenvoudig met de rechter muisklik. En via timeframe maak je 1 minuut van. Dat is de hadzaflats 1 minuut. En rechtsboven de 5 minuten bijvoorbeeld, doe je timeframe. En 5 minuten, maar je ziet dat moet 2 slagen doen. Dus en de rechter muisklik. En dan hier naartoe. Je kunt ook in één keer boom deze selecteren. En je ziet als het heel goed is, dit een beetje blauw opgelicht is. Dan klik je op M5. Onderste grafiekje, M15.
Tik. En dan tik je deze aan. Hartstikke mooi. En dan zie je dus hier bijvoorbeeld M5, M15, M1. Nou, dan is het zo. WTI, dat is ook een soort 24-7-markt. Hè? Dus een 24-5 van maandag tot en met vrijdag. En het mooie is dat als je dus olie gaat handelen. Niet dat ik dat zou aanraden om gelijk te doen. Hou het gewoon even bij die DAX en de Nasdaq bijvoorbeeld. Maar dan kun je dus aan de hand van de Forex, omdat het een zo'n 24-uursmarkt is, de FX timeframe pakken en de template. Dus een template hoort altijd bij een grafiek en ook bij een timeframe. Dus ik pak hier de template, rechtermuisklik, klik op FX. Dan zie je M1 TDB FX. Nou, dan ga je die inladen. Nou, dan zie je dus dat deze ingeladen is op deze manier. En aan de rechterkant ook doe je template M5 bijvoorbeeld op de FX. Pak ik de template van de FX, deze. Rechtsonder M15, template M15 FX. Zie je? 1, 2, 3. Nou, dan zie je dus dat linksboven, hè, dan heb je dus een. Links, de linker grote grafiek, heb je dus ook de indicatoren bovenin en de onderste, die zijn goed. Alleen het punt is dat je altijd even moet checken naar de contractgrootte. En dat is namelijk bij Toon ga je kijken, bij WTI Mini, met die cash ga je kijken naar de eigenschappen. Dan zie je dus de contractwaarde is 100, oftewel 100 vaten, 100 maal 80. Zeg maar afgerond is 8000. Dat betekent eigenlijk als je 1 dollar handelt met één contract, dus van 1 dollar omhoog naar beneden gaat met één contract, ben je dus 100 dollar lichter of rijker. Nou, wat je dan kan doen, je ziet dus ook bij die contractspecificaties, namelijk als je hiernaar gaat kijken naar de eigenschappen, zie je ook wat de minimum contract size is. Dat is een minimum. Volume heet dat, dus 0,1. En maximum is 500. Dus 0,1 dat is het minimum. Met andere woorden, als we dus nu de TDB gaan aanmaken, dus doe je dus of op de rechtermuisklik ga je naar de expertadviseurs eigenschappen, of met Windows F7, of natuurlijk heel eenvoudig rechtsboven op het gezichtje klikken. Tik. En nu komt het erop aan, dus daarom dat we nooit echt zullen aanraden, zeker niet in het begin, om gelijk die eigen profielen te maken. Je moet namelijk kijken van wat voor waardes moet je inzetten en wat is de correctiefactor. Ik meen dat op WTI Cash van $80 dat 100 is 1 dollar. Ga ik even kijken of dat klopt. Als ik hier dan take profit 100 neerzet, oftewel 1 dollar, en een stop loss op 1 dollar. Een stop room. Nou, kunnen we bijvoorbeeld op 5 zetten. Lot size 0,1. En dan ga ik deze neerzetten. En daarom moet je ook altijd, als jij profielen maakt, doe dat altijd even via de demo. En dan weet je precies hoe dat werkt. En dan klik ik nu op de BS om even te gaan kijken hoe de verhoudingen zijn. Nou, onderin zie je dus een orderregel. Nou, dan zie je dus dat 0,1. Ordergrootte van de WTI.cash, zo heet dat contract. De prijs is 79,76. Nou, we hebben dus een stop loss aan de onderkant, dus 79,66. Dus een dubbeltje lager. En een take profit van 8,6. Dat is een dubbeltje hoger. Dus eigenlijk wat ik daar had aangegeven, 100 is dus geen 100 cent. Dan moeten we volgens mij 1000 voor 1 dollar doen. Dus met andere woorden, als je dus gaat kijken naar de bovenkant bij de take profit, zie je dus dat we met op deze waarde op de 100 bij die TDB, als je daar dus 100 invult, heb je dus 1 dollar verdiend. Nou, dat is een dubbeltje. Nou, een dubbeltje, 10 cent maal 100 is 10, maal de contract size is 0,1 is dus 1 dollar. Nou, dat klopt dus. Deze haal ik even weg. En dan ga ik de volgende aanpassing doen. Dus inderdaad, dus je weet in ieder geval, 1000 is 1 dollar. Dan gaan we deze 1000 is 1 dollar doen. Oftewel, met 1 dollar winst of verlies
uitgestopt worden, dat is dus $1 maal 100 maal 0,1 is 10. Nou, ik zal laten zien hoe dat dan eruit ziet. Stel dat ik nu weer even een BM erin zet. En dan zien we dus $1 hoger aan de bovenkant. Zie je dus inderdaad dat het $10 winst of verlies is. Gedeeld door de euro-dollarkoers is €9,25. Nou, exact is dat dus, hè? En dat is dus pips, staat die bij 1000. En de pip staat voor ticker, zeg maar. Het kan misschien een beetje een verwarrend overkomen, maar ik wil in ieder geval laten zien dat je op deze manier een eigen markt kunt maken. Nou, als je dit hebt gedaan en alles staat goed, dan zie je namelijk ook dat je gridlines hebt hier. We hebben ook in de vorige tutorial aangegeven, gridlines kun je ook groter zetten. We hebben nu per dubbeltje. Nou, die indicatorenlijst bovenin, even die gridline is 100, is een dubbeltje. Dus doen we daar bijvoorbeeld een per dollar. Maak je hier 1000 van, is 1000, is $1. Nou, dan zie je dus dat je op deze manier heb je dus bovenin per dollarbeweging heb je dus gridlines. Dus 80, 81. Hier zie je dat die blokjes 78, 77, 80, 81, 82 enzovoort. Nou, we hebben dus een WT Cash gemaakt als profiel. Nou, dan kun je er ook een naam geven, want we zitten nog steeds in een default. Hoe zie je dat? Dat er een vinkje voor de default staat. Nou, ga je het slaapprofiel op alles doen. Dus dan maak je hier bijvoorbeeld olie van online training. En heb ik deze aangemaakt. En we zullen zien dat deze dan in eerste instantie onderaan komt. Als je systeem afsluit en opnieuw opstart, dan kun je deze opnieuw. Dan komt deze op alfabetische volgorde. Nou, als je zegt, nou, ik wil graag bijvoorbeeld de Nasdaq en de DAX naast elkaar hebben, kan dat? Nou, dat kan. Dan pak bijvoorbeeld de 1-minuut grafiek op de Nasdaq en op de DAX naast elkaar. Dat kan wel eens handig zijn als je dan twee markten wilt handelen. Nou, dan kun je dus zeggen, ik ga weer naar deze. Naar de default, hè, moet je altijd via default werken. Deze nog even aanzetten. Zo. Oké, dan gaan we vanuit de default werken. Dan ga ik naar default. Daar naartoe. En wat je dan kan doen. De DAX en de Nasdaq, wel de minis pakken, want je moet wel 0,1'tjes kunnen handelen. Dus ga je dus naar Toon, gaan we kijken of die minis zijn aangevinkt. De D40 mini en de US-Tech. De US-Tech, dat is de Nasdaq. Hè. Pakken we hier, creëer nieuwe grafiek. Via de minis pak ik links, pak bijvoorbeeld de D40 mini en pak ik de Nasdaq. En ga ik op deze manier de Nasdaq doen, dat is US-Tech. Kun je ook even de rangschikken, automatisch via het blokjesysteem erboven. Deze zet ik er neer. Nou, stel dat ik hier de 1-minuut grafiek op wil zetten, dan doe ik hier linkermuisklik, template, M1, de DAX. Zet ik ook de waarde in van 15 punten, oftewel 150 zet je neer, lot size en stop room, die zet je erin. En dan pak ik hier aan de rechterkant, pak de US-Tech, timeframe kun je veranderen in 1 minuut. Pak ik daar ook de template van 1 minuut. En dan pak ik hier de Wall Street. En die staat volgens mij niet helemaal goed. Dan moeten we daar 300, 300 van maken. 300 en 300. En je kunt elke naam aangeven wat je zelf wilt. Wel op 0,1 zetten, lot size. Pakken we hier bijvoorbeeld profielen opslaan als. Nou, dan kun je hier bijvoorbeeld zeggen DAX 2. Nou, dan pak je hier bijvoorbeeld de DAX. En Nasdaq M1. Zo, dan weet je dat er de M1 grafieken zijn.
Nou, tot dusver de uitleg van hoe je dus gaat werken met de profielen. Dus een profiel, dat hoort dus bij een overzichtpagina die je maakt. En of hebt aangemaakt, wij leveren al een standaard profielen mee. Dus zeker als je net begint met het traden, maak dan gebruik van bestaande profielen. Ga zelf niet aanklooien. Dus als je de DAX wilt handelen in de ochtend, klik je de DAX aan. Wil je bijvoorbeeld de euro-dollar doen, ga naar de euro-dollar. Ga je bijvoorbeeld in de middag alleen de NQ100 doen. De Nasdaq, ga naar de NQ100. En dan kun je daarmee verder handelen. En dan hoef je zelf niks verder te doen. Dus niet op het kruisje te klikken. En wil je weten hoe je dus zelf. Nou, heb je misschien zelf een eigen inzicht, een eigen markt, dan kun je die ook opzetten op die manier. Dus met andere woorden, kun je zelf samenstellen. Nou, dus deze uitleg over profiel maken. Ik hoop dat je een nuttige sessie hebt beleefd. En tot de volgende video en veel succes met het traden. Hasta la vista. Bye.